Ik ben Marieke Vervoort. Ja. Een beetje ingerold met rollen. Nu zijn we aan het wachten op de laatste reeks gordel. Dan gaan we een beetje inrijden. Onze boer, onze beurt om de 400 meter te rijden. Hartroepen. Succes. Ja. Succes. Op de derde plaats uit Nederland, Sascha van Acht. Marieke Vervoort, Joyce Lefever, Luna Jansen en Julia Vurten. Dat zijn onze dames hier op de 400 meter met Marieke Vervoort die nu volop in de rechte lijn snelheid gaat halen. Voorbij Joyce Lefever, verliesrecord van Joyce 74-43. Dat van Marieke, dat ook wereldrecord is, 64-87. Wat? Klapperschut doorgaat. De laatste kans voor Rio. Zowel bij de valide atleten als bij de Paralympische atleten. En vooropstomend, de laatste rechtlijn aan de blauwe Mondo van Lokeren, Marieke Vervoort. Ah, hier. Met dan Joyce Lefever op 2. Luna Jansen. Oei, sorry. Een stuk terugrijden, man. Help! Help! Oh, oké. Okay. Hier worden we bij de winnaars hier. Marieke Vervoort. Het is gewonnen. En winnaar van Lira, Marieke Vervoort. Julia. Dus dat komen. Doe best voor mij en dan grote kampioen. Kom. Julia, 14 jaar is ze nog maar uit Duitsland. Mag er even bij op het podium. Dat was de vierde geëindigd vandaag. Proficiat aan alle wielers. Gratuleren, Julia. Tweede plaats, Luna Jansen. En winnaar, Marieke Vervoort. Oké, ik ben hier. Ja, nu is het middag terug. Ziet, je zult het met mij moeten doen. Maar oké. Misschien denken jullie van... Wat is dit allemaal? Wat is er allemaal gebeurd in deze video? Wel, ik zal eventjes kort uitleggen wat er gebeurd is. Ik ben dus een heel grote fan van Marieke Vervoort. Waarschijnlijk kent de meerderheid van jullie die wel. En zo niet, dan kent je ze nu. Ik kijk er heel neig naar op en ik volg ze nu al 4 jaar en ik was al lang eens in het echt ontmoeten en zo. En vandaag was die ergens in de buurt, dus
we gingen er naartoe. En ik had sowieso een filmpje naar haar opgestuurd. En ik zei altijd van ja, als je wilt, mocht je er nog eens iets toevoegen of zo. En ja, ze zei van ja, anders kunnen we samen gewoon een filmpje doen of zo. Dus ik mocht daar filmen, want ik had niet echt een onderwerp of zo of een idee in mijn hoofd zitten. Van ja, dat zouden we kunnen doen of zo samen. Nee, ze zei van ja, ze kwam zelf dat idee af. Want hey, ik was ideeloos op dat moment, maar dat maakt ook niet uit. Dus zij zei van ja, als je wilt, mocht je mij filmen als ik aan het voorbereiden ben en als ik een wedstrijd moet doen. Ik wil een video aan het opnemen, oké? Nee, kijk, een leuke ballon. Maakt niet uit. Dus ja, dat was heel speciaal voor mij. Ik ben mega blij dat ik die ontmoet heb. En ja, foto's zal ik ze bieden ook wel. Op het einde van de video zal ik ook nog een paar video's laten, foto's laten zien. Hier passeert dus nooit of er nooit heeft er nooit een auto. Of misschien één keer in de 10 jaar. Ja, bij een manier van spreken. En dan passeert hij nu net als ik mijn video aan het opnemen ben. Maar maakt ook niet uit. Dus ja, het is misschien is het wel raar voor jullie dat deze video is. Maar voor mij is dat het speciaalste moment ever. En ik zet dat er nu op dat ik dat ook als herinnering later heb. Want ja, op mijn computer gaan die sowieso eens ooit weggaan of zo. Want ik kan niet eeuwig altijd alles behouden. Dus zet nu op YouTube dan. Dan ga ik dat altijd en zoveel mogelijk ja, terug bekijken als ik wil. Voor mij is dat echt het speciaalste moment ooit in mijn leven. Ja, dat wel. En voor jullie is het misschien heel raar, maar voor mij heeft het een heel grote betekenis. Foto's laat ik ze bieden nu nog zien. En ja, dit was zo'n beetje korte uitleg waarom dat dit was. Ze is 2 keer gewonnen, want ze had 2 wedstrijden gedaan, maar de eerste wedstrijd we waren nog aan het shoppen. Dus ja, we moesten ons shoppen afmaken. Dus zijn we naar de tweede wedstrijd geweest, maar dat maakt ook niks uit. Nee, niks. Dus ja, hopelijk vonden jullie het toch een beetje leuk wat ik ervan gemaakt heb. En ja, Marieke, als ik dat naar u heb opgestuurd, zult je dit ook wel zien. Dank u wel dat ik dat ook mocht doen. En ja, bedankt voor het kijken, mensen. En ja, dan zeg ik nog 1 ding. Later. Bye bye. Dat is heel speciaal. Ik ben er eigenlijk nog niet gevoelig, maar oké. Bye bye.